filmen met een greenscreen. Om het effect het beste te laten werken, zorg je ervoor dat er zo min mogelijk kreukels, schaduwen en vlekken in het greenscreen zitten. Door te veel verschillen in licht en donker gaat het kiezen namelijk lastig, zoals je in dit voorbeeld kunt zien. Zorg daarom dat je greenscreen zo egaal mogelijk belicht is en dat de persoon of onderwerp wat je gaat filmen geen schaduw werpt op het greenscreen. Het beste is om het greenscreen wat verder weg van je personage of onderwerp te plaatsen. De regel die we hanteren is een minimale afstand van 2 meter tussen het onderwerp en het greenscreen. Dat zorgt ervoor dat het greenscreen wat onscherp wordt en eventuele kleurverschillen beter in elkaar overlopen. Ook zorgt dit ervoor dat er minder groen licht van het greenscreen gereflecteerd wordt op je personage of onderwerp. Deze groene reflectie noemen we green spill. Zet bij een simpele greenscreen video je camera op een statief en beweeg de camera niet. Anders beweegt je onderwerp tijdens de eindvideo alle kanten op, terwijl de achtergrond stilstaat. In meer geavanceerde videoopstellingen zou dit wel kunnen, maar daar gaan we in deze video niet op in. Je moet er verder op letten dat je onderwerp en de randen van het gezicht of onderwerp goed in focus is. Met name scherp aan de randen is erg belangrijk. Eventueel kan je nog een magenta filter aan je backlight toevoegen, om zo de green spill op je onderwerp te verminderen. Magenta is een paarsachtige kleur en dat is precies de tegenovergestelde kleur van groen. En dit heft de green spill op je onderwerp op. In de regel lukt kiezen beter bij een hogere resolutie. Dus filmen in 4K ten opzichte van HD heeft de voorkeur. Premiere heeft dan immers meer pixels tot zijn beschikking om het groen te selecteren. Ook kan het slim zijn om de sluitertijdinstelling op je camera iets hoger te zetten. Hierdoor krijg je minder bewegingsontscherpte bij beweging, wat ervoor zorgt dat je een nettere key krijgt. In principe kun je keyen met elke gewenste kleur. Dus dat hoeft niet per se groen te zijn. Groen heeft echter wel de voorkeur, want deze komt vrijwel niet terug in huid- of haarkleuren. Houd er wel rekening mee dat een persoon of onderwerp geen groene kleding draagt. Want dan wordt dat gedeelte van de persoon ook transparant gemaakt. Voor specifieke scènes wordt ook gebruik gemaakt van bluescreen. Bijvoorbeeld in buitenscènes. De reflectie van blauw is dan veel natuurlijker dan de reflectie van een groene kleur, omdat deze kleur van nature al aanwezig is in de buitenlucht.